Oké, ik ben live. Goedenavond. Ja, ik wacht natuurlijk even of ik een reactie zie, want ik weet niet of het allemaal goed gaat. En daar bedoel ik mee te zeggen of het geluid goed is. En of het internet goed is. Niemand. Goed, nul kijkers. Even kijken hoor. C, D, E, F, G. Instellingen. Geluid. Microfoon testen, die doet het goed. Geluidsapparaten beheren. Sorry jongens, ik hoop dat jullie al zijn, maar ik ben even aan het systeemgeluid, volumegeluid. Het moet volgens mij allemaal goed zijn. Goed, oh ja, ik zie inderdaad een paar mensen. Goedenavond jongens. Ik zie in ieder geval Jeltje, helemaal leuk. We zijn duidelijk hoorbaar en zichtbaar. Azië hoort je. Oh, oké. Okay. Anna, helemaal goed, hoi. Ja, ik ben weer even live. Ik wist niet of het ging werken. En daar bedoel ik mee te zeggen, sinds vanmiddag heb ik even... Ik sta hier in Rutgen, weet ik hoe dat heet hier. En ik sta hier op een outdoor eventterrein. Dus morgen hebben ze hier ook weer allerlei gekke dingen. Zo stormbanen, paintball schieten, elkaar in de modder duwen, weet ik veel wat er al hier gebeurt. Heel mooi terrein. Dan mocht ik inderdaad gratis hier gewoon een paar dagen staan en gebruik maken van de douche en het water. En dat is allemaal geweldig. Prima. Dus lekker weer geweest. Verleden week toch ook een soort met Zoom groep ontmoet. Die hebben mij gevraagd om dan een avond te draaien. Dat ging gewoon geweldig. Hartstikke leuk. Heel veel mensen weer kunnen helpen. Daar doen we het natuurlijk voor. Voor de rest, het internet. Ik moet eigenlijk een soort met kastje hebben in de auto waar de computer gewoon op aan kan. Want als ik de telefoon en de computer probeer aan te sluiten via een hotspot, valt die iedere keer uit. Dus een stabiele internetomgeving is wel zo fijn. Dus vandaar. Dus het is me wat een gedoetje allemaal. Voor we beginnen, ik zie natuurlijk een hele hoop mensen al. Er is momenteel weer natuurlijk heel wat aan de hand. En er schijnt inderdaad zondag weer een behoorlijke piek aan de zonnevleer te komen, zeg maar. Wat weer inhoudt dat er een heleboel mensen weer bewuster gaan worden, qua gevoel. Althans, dat heb ik begrepen. Ik heb ook van de kaarten begrepen dat het stapsgewijs gaat. Dus niet alleen zondag, maar dat het aankomende periode steeds en steeds meer gaat gebeuren. Zodat mensen langzamerhand wakker worden. Ander highlightje die ik vanmiddag weer hoorde, waar ik ook even naar gekeken heb, is het volgende. Men weet nu al dat er een behoorlijke grote hittegolf aan gaat komen. En dan zouden we weer in de zogenaamde lockdown moeten komen. Nou, waarschijnlijk is dat gewoon een opruimoperatie. Maar dit zijn in feite de dingetjes die mij eigenlijk heel erg opviel. Dus vandaar. Hallo schatje. Nou, kom je ook weer binnen. Ja, en Nina die vindt het hier helemaal prachtig. Die heeft nu voor het eerst in het leven ook konijnen ontdekt. Dus af en toe moet ik er even corrigeren. Hè? Even terugkomen. Dus helemaal goed. Dus daarmee beginnende gebeurt er heel wat. Ik bedoel, er worden heel veel zaken exposed weer. Maar dat zien we constant terug ook in de kaarten. Het gaat nu gewoon heel erg hard. Laten we maar gewoon beginnen. Ik weet eigenlijk niet wat ik verder moet kletsen. Ik zit in de bus. Bevond me eigenlijk best. Van de week inderdaad de standkachel aangesloten. Die heb ik af en toe wel eens eventjes aan. Die doet het fantastisch. Kan niet anders zeggen. Die pakt gewoon dieselolie uit de tank. En dan verwarmt hij eigenlijk het... het busje is niet zo groot. Dus hij is zo warm. Dus allemaal geen probleem. Ik slaap prima. En het is iedere dag weer een nieuw avontuur en hiep de piep met de vrijheid, hè, laat ik het zo zeggen. Dus, en natuurlijk ook heel veel andere camperaars ontmoet, heel veel gesprekken met andere mensen gehad. Dus
Ja, het verschil tussen in een huis zitten of inderdaad zo rondreizen is wel bar hoor, jongens. Ik zou bijna eigenlijk het willen aanraden aan iedereen, want ja, maar goed, er zullen nog ook wel dingen komen waar het minder is. Goed, laat ik even je chat even doorlopen. Hup, die moet even naar boven toe. Goedenavond, Ellie. Fijn om je live te zien. Goedenavond, goedenavond. Druk, druk, druk. Niet te hard. Ja, allemaal. Ik ben benieuwd wanneer de apps ABS komt. Misschien wel tijdens de hittegolf. Ik hoop dat natuurlijk wel eerder. Ja, dat hoop ik ook. Maar je ziet inderdaad, als je het ziet, zie je het, zegt Johan Cruijff altijd. Dus je ziet op een gegeven moment toch weer dat mensen aan het draaien zijn. Oké. Graag een symbolietje. Nou, oké. Niets bijzonders. Niets, oh, is niets bijzonders, natuurlijk. Deze jongens, die gaan we er even bij pakken. En ik zal het uit het hoesje halen. En dan gaan we gewoon even kijken naar de energie van Nederland. Wat ik ook begreep trouwens, er wordt beweerd, maar ik weet niet of het zo is, dat er gewoon 40% van de Nederlanders zich niet heeft laten prikken. Ik vind dat erg hoog. Ik dacht dat het veel hoger was. Maar goed, je leest zoveel en je hoort zoveel. Ik weet het niet. Ik geef het maar even aan. Ik zit even te kijken of alle kaarten gewoon even. Oké, die liggen goed. Dus ja. Eerste kaart voor Nederland. Moet eerst even schudden. En ja, voor degene die zelf ook tarot kaarten draaien, ik doe het natuurlijk op mijn manier. En het is ook maar net wat gevoel krijg ik erbij en wat krijg ik erbij binnen. Dus de eerste kaart voor Nederland is deze. Oh, dat zijn er dus twee. Hier beginnen we mee. Ja, eigenlijk is dit het. Er zijn natuurlijk toch een hele hoop mensen teleurgesteld. En je ziet hier ook een bekerskaart, dus een gevoelskaart. Liggen drie bekers om. Twee staan er overeind. Maar als je over je teleurstellingen heen bent, dan ga je gewoon weer de goede kant. Dus het gaat in feite, deze kaart gaat in feite voor de teleurstelling. En dit kwam er, viel er ook gelijk uit. En dat is de dood. En dat betekent eigenlijk, als de teleurstelling geweest is, dan komt er een einde aan. En als die einde er is, dan kan je weer nieuwe dingen bouwen. Dus die twee hou ik gewoon bij elkaar. Overigens moet ik ook zeggen dat ik op die zonneflare zeg maar ook kaarten gedraaid heb. En dat het er ook eigenlijk zeer spoedig aan zit te komen. Daar had ik dus inderdaad staan 10 voor. Dit komt erbij. En dit is de adviseur. Dit is de therapeut. Dit is iemand die eigenlijk heel veel dingen weet. Dus er komt een einde aan en dan komt er gegevens op de achtergrond, blijkbaar schijnt er van alles nog wat te spelen. En ja, de adviseur, dus we gaan het meemaken. Dat is hetgeen wat erbij komt. Dan moet ik even de computer, dat is het voordeel van een laptop, even verschuiven. En dan gaan we naar het bewuste niveau. En het bewuste niveau, dan moet ik weer verder naar voren natuurlijk toe. Het bewuste niveau, een hele hoop mensen denken dat ze vastzitten. Hier ziet hier een dame, dit is een zwaardekaart, dus een strijdkaart. En deze dame zit eigenlijk vastgebonden aan lappen. Die heeft ook een blinddoek voor. Dus met andere woorden, omdat ze dingen niet zien, omdat ze dingen denken vast te zitten, maar ze zit met lappen vast, zeg maar. Is het eigenlijk zo dat deze persoon zich ook heel makkelijk zelf kan bevrijden. Maar het is een beetje zo, de mensen zien het nog te weinig. Dat is een beetje het verhaal. Maar goed, we gaan toch de goede kant op, want steeds meer mensen worden wakker. En dan gaan we naar het onderbewuste niveau voor Nederland. Ik zal even kijken. Schildknaap van Kelkum. Schildknapen komen altijd iets brengen. Denk maar even, hij staat in dienst van de ridder. Dus het is een schildknaap. In dit geval komt hij eigenlijk op onderbewust niveau hele mooie gevoelens brengen. Ziet geven met ook een bekerskaart, dus een gevoelskaart, water op de achtergrond. Maar ja, dit betekent, ik maak hier wel gelijk een splitsing in. Want ik krijg ook een beetje het gevoel van, er zijn mensen die inderdaad hele mooie gevoelens krijgen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wat vervelende gevoelens krijgen, omdat ze toch een beetje aan het ontwaken geslagen zijn. En dat krijg ik hier ook bij. Dus het is een beetje dubbel op, zeg maar. Oké. Dan ga ik naar de kaart van dit heeft ertoe geleid. En dan pak ik deze eruit.
En dit is eigenlijk de ridder van Kelken. Het is natuurlijk toevoegen aan stream. Ik ben er weer. Ik schrik me het goedje. Dit heeft ertoe geleid. Dit niet geweest is. Knippen we er dus uit, zeg maar. Dus dit heeft ertoe geleid. De zachte zuidenwind. Fijne stemmingen. Het wordt mooi weer. Het is inderdaad lente. Dus met andere woorden van. Als we dingen gaan spelen. Dan komt het inderdaad wel eens rauw. Kan het rauw op je dak komen. Maar goed. Dit is in ieder geval. Dit heeft ertoe geleid. En dan gaan we naar de eerste toekomst. Verwijzende kaart. En dat is dan deze. En jongens, dit is een hele mooie kaart. Oftewel, de ster, de bron van verjonging, een bron van verbetering. Gevoelens die in ieder geval heel goed gaan. Dus dat is de eerste toekomst. Dus we gaan een hele, qua gevoelsgebieden, in ieder geval de ster. Het gaat heel iets moois worden. Het wordt toch niet gestoken, hè? Zou ik naar de situatie kijken? Dat is deze. Als ik ermee bezig ben, dan knettert het van de spanning. En ben ik er niet mee bezig, dan heb ik zoiets van, laat maar even zitten. En laten we eerlijk zijn, je kan hier gewoon niet dag en nacht mee bezig zijn. Want het is te veel. Laten we wel wezen. Ook af en toe ontspanning zoeken. Als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik inderdaad de roofvogels. Ik sta midden in de bossen. Ik zie de hazen en de konijnen. Zijn er konijnen? Nee, het zijn geen konijnen. Het zijn allemaal hazen lopen. Dit is een afgesloten terrein. Hier staat verder ook niemand. Ja, toevallig staat er nog één campertje hier. Voor de rest is hier ook niemand. Het is, Je moet inderdaad ook een beetje gaan ontspannen. En er zijn natuurlijk genoeg spannende dingen geweest. Dus, oké. En dan gaan we naar de eerste. Of de kaart van. Hier vindt het plaats. Dus in feite de mensen, de algemene stemming. En dit is inderdaad een staafkaart, staven 7. En deze geeft een beetje aan, deze kan door inzichten, en daar gaat het een beetje om, en ik ben wel blij met deze kaart hier ligt. Want blijkbaar zijn er toch steeds en steeds meer mensen die het gewoon zien. En doordat je inderdaad dingen ziet, kan je inderdaad ook heel sterk zijn. Dan kan je dus meerdere aanvallers te baas. Jongens, ga het alsjeblieft zien. Maar de kaart geeft het ook aan dat dat inderdaad nu wel gaat gebeuren. Dus dat is... Daar ben ik heel blij mee met die kaart. Nou, dan krijg ik in ieder geval te maken met mijn hoop of mijn vrees. Nou, gaan we kijken wat dat weer is. Hoe ga ik deze opvatten? Munten 4. Munten is meestal, tenminste, de 4 is meestal een baalkaart. Ik denk dat er... ik hoop inderdaad, maar deze kaart zegt eigenlijk niet, want het is mijn hoop of mijn vrees. Maar ik hoop inderdaad... Heel snel dat er ook verandering komt, zeg maar, in het geldsysteem. Dat in ieder geval de goede kant op gaat. Dan gaan we naar de verdere toekomst. En dan gaan we naar deze doek. En dit is de gulden middenweg. Matigheid wordt deze kaart genoemd. Dit is dus bekers 2. En je ziet die gegeven moment... de balans vinden in gevoelszaken, de balans vinden in... Dus op zich vind ik dat ook weer een hele mooie kaart. We hebben de sterren als de eerste toekomstverwijzende kaart. En de verdere toekomstverwijzende kaart is gewoon weg matigheid. Maar ook wel de koningsweg genoemd. Dus vandaar. Ik geloof dat ik hier een beetje aan de kant gedouwd word. Moet je er echt even bij, moet ik even... Gaat het goed, dan ben je er door. Nou goed, maakt niet uit. Dit was even de kaarttrekking voor Nederland. Dus dat is in ieder geval de eerste. En dan gaan we nu even naar de kaarttrekking van BE, oftewel natuurlijk met een dikke knipoog naar Europa. Mogen duidelijk zijn. Dus dan gaan we dit doen. Wat gebeurt daar? Overigens, ook een nieuwtje wat ik te horen kreeg. Oh, grappig. Is dat er in het geheim al heel veel meer landen zijn aangesloten bij het BRICS-systeem.
Sterker nog, er wordt inderdaad ook beweerd door verschillende kanalen dat ook Engeland erbij betrokken geraakt is. En dat Duitsland er eigenlijk ook al mee bezig is. Ja, dan is het snel gebeurd met Europa. Hè? Wat overigens voor mij ook al mag hoor. Daar gaat het niet om. België. Terwijl de EU. De eerste kaart voor België. Is deze. En hier zie je op een gegeven moment Staatse 9. Oftewel ook weer een groeikaart, een inzichtenkaart. En er is al zoveel gebeurd, zeg maar. Er is al zoveel schade. Want je ziet hier op een gegeven moment een man op de voorgrond staan met een lap verband om zijn hoofd heen. En deze is door eerder opgelopen verwondingen heel erg voorzichtig geworden. Dus dat snap ik. Dus dat is kaart nummer 1. Dus ja, men wacht het een beetje af. Men is heel erg zoiets van dat. En dan gaan we naar de tweede kaart. Dit doorkruist het. Aha. En dit is dus de kinderkaart. Oftewel, er schijnt het gebied van de kinderen ook heel wat nog meer informatie naar buiten te komen. Dit is een gevoelskaart. Het ligt ook heel gevoelig. Het moet inderdaad gewoon gigantisch opgeruimd worden. En dan heb ik het niet alleen... ja, ik mag dat wel zeggen, want ik ben er toch van plan. Het schijnt inderdaad zo dat heel veel water er weggegaan is uit de meren en uit de sloten en noem het maar op. Maar ja, dat, misschien heeft het wel te maken met de ondergrondse stelsels. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar goed, we gaan het zien. Dan ga ik naar het bewuste niveau van de EU. En dat is dit. En dan zie je op een gegeven moment hier een zwaartekaart. En dit is eigenlijk een soort van grafkelder. En in een grafkelder gebeurt er natuurlijk niet zo gek veel. Oftewel, de zaken staan bewust een beetje stil. Oké, dus maar ja, stilstand betekent ook van ze weten er waarschijnlijk niet zo goed welke kansen op moeten. Maar goed, het onderbewuste daarentegen, dat is dan deze kaart. En dat vind ik wel heel mooi. Onderbewust zijn er toch een aantal landen, dus blijkbaar, die op het punt staan om te vertrekken. Hier. Je ziet inderdaad ook inderdaad de bekers. 8 is dit. En je ziet hier op een gegeven moment ook een man met een rode mantel aan die vertrekt. En de duiding is ook inderdaad zo van, er zat er niks anders op dan te vertrekken. Dus ik vind dat een hele positieve kaart. Maar goed. Dus het vertrek. Dus blijkbaar zijn er toch een aantal landen die vertrekken. Dan, dit heeft ertoe geleid. En die zie je geven met aas van staven. Staven is natuurlijk weer inzichtenkaarten. Dus hoe meer men weet, hoe meer men achter de waarheid komt. En je ziet ook inderdaad dat die aangereikt wordt uit het niets. Dus ja, dit is een hand die uit een wolk komt. Dus met andere woorden, het heeft ook inderdaad met intuïtie te maken, heeft ook inderdaad te maken met gestuurde krachten te maken. Dit heeft ertoe geleid. Dus door verschillende inzichten, door verschillende, gaat het blijkbaar in de EU dus niet zo lekker. Oftewel, het is een grote, ja. Dan gaan we naar de eerste toekomstverwijzende kaart. En het is deze. En de eerste toekomstverwijzende kaart is de verbinding zoeken, vriendschap zoeken, vriendschap misschien ook met jezelf zoeken. Natuurlijk, dit is op Europees gebied. Men zal inderdaad misschien wel nog wel proberen om vrede met elkaar te hebben, maar dit is in feite wel de vredeskaart, de nieuwe ontmoetingenkaart. Dus ik heb ook zomaar het idee dat de EU ook misschien wel eens gaat draaien. En dan bedoel ik niet met het zootje wat er nu zit. Sorry, met de mensen die er nu zitten. Maar dat er toch zo stilletjes aan heel veel invloeden hebben. Trouwens, ik moet wel zeggen, al de dingen die je momenteel ziet en alle angstscenario's die in feite op ons geprojecteerd worden, is vooral de bedoeling om de mensen wakker te maken. Want als het in één keer om zou gaan, zouden een hele hoop mensen dat gewoon niet snappen en niet begrijpen en zwaar aan de war zijn. Dus waar je naar zit te kijken is eigenlijk gewoonweg een film en alles is eigenlijk in controle. Maar goed, dan gaan we naar hoe ik naar de situatie kijk. En zo ik er momenteel naartoe kijk, dus de zware 5, de meest onaantrekkelijke kaart die je kan vinden. Het is een strijdkaart, donkere wolken, dus donkerheid, narigheid, troep, wat men allemaal in feite ook doet. Vooral het media is inderdaad wel één grote
Nee, laten we het netjes houden. In ieder geval geeft deze kaart ook aan dat deze met oncorrecte middelen behaald is. En dat dezegene die denkt te overwinnen niet lang van zijn overwinning mag gaan genieten. Zo kijk ik er ook echt naar. Dan gaan we naar... hier vindt het plaats, oftewel het algemeen, zeg maar. En hier zie je op een gegeven moment dat er behoorlijke... als ik zo het geheel een beetje bekijk van de kaarten, moet ik toch een beetje gaan kijken dat er in de EU een behoorlijke strijd aan de gang is. Dit is eigenlijk de kaart van staven 5, oftewel er zijn spanningsvelden. Men is elkaar aan het bevechten om te kijken wie de sterker is. Dus er komen steeds en steeds meer spanningen komen eraan. Dus dingen gaan dus blijkbaar niet zo lekker. Ja? Oké. En dan gaan we toch even... naar mijn hoop of mijn vrees. En dit is natuurlijk... ja, kan ook tweeledig zijn. Ik hoop dat die weg is. En de vrees zou ook inderdaad zijn dat het nog sterk vertegenwoordigd is. Maar goed, blijkbaar wat ik begrepen heb van diverse bronnen... en van ook van diverse collega's... dat het ergste kwaad eigenlijk al weg is gehaald... Alleen zitten we nog met die handlangers en die mensen die zo geprogrammeerd zijn. Dus ja, ook hierbij kan ik daar weer twee kanten mee uit. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dan ga ik naar waar het eindelijk naartoe gaat. Dan moet ik vrij achterin zijn op een of andere manier. Het gaat weer lekker terug naar zo had moeten zijn. Moeder Natuur regelt alles wel. De koningin van Pentakels. En dat is natuurlijk een hele mooie kaart. Om het af te sluiten. Dat is voor degene die niet weet wat ze betekenen. Je kan het ook op internet vinden. Dus dat is even op de EU. En nu wordt het een beetje in één keer koud. Toen is het koud. Een beetje klammig. Maar goed, dan doen we gewoon de deur dicht hoor. En even een slok koffie. Ik denk, ik zal eerst dat even maar klaarzetten. En verleden keer zat ik op een heel klein krukje met de vorige uitzending. Maar nu zit ik inderdaad op een betere kruk. Dus verleden keer had ik het ook niet zo lang vond dat ik dan een houten dag kreeg. Nou, lekker hoor. Goed. Voor degene die even tussendoor. Ik ben natuurlijk door alle omstandigheden, verhuizing, opslag, weer de opslag weer opnieuw ingericht. Geprutst aan de bus, noem het maar op. Ben ik een beetje achterop geraakt, jongens, en diegenen die mij bericht hebben gestuurd via mijn website www.kijn.be. Het komt eraan. Ik moet echt gewoon even een inhaalslag maken, zo moet ik het zeggen. Dus we gaan natuurlijk veel meer doen met dit kanaal en het YouTube-kanaal, maar we moeten in feite weer even, de stof moet eigenlijk een beetje weer wederkeren, dus we moeten weer een beetje tot rust komen. Dus... En ik heb ook al gezegd van, aangezien dat we toch in het bus zitten, wil je een workshop hebben? Oh, moet ik ook even zeggen. 10 juni gaan wij beginnen in Lommel met een 3-daagse cursus. Er zijn 3 zaterdagen en dat is de basis 1, oftewel de basis 1 op weg naar het mediumschap. Omgaan met hooggevoeligheid, omgaan met energieën, omgaan met overleden personen, omgaan met... Je leert er ook magnetiseren, je leert er ook gegeven dingen aan te voelen, je leert er van alles. Je leert ook inderdaad met overleden personen te communiceren. Zit er ook bij. Mocht je daar belangstelling voor hebben, kijk even op mijn website, op het kopje nieuwsbrief, want daar heb ik het neergezet. Dus mocht je daar nog zin in hebben, meld je aan. En dan is het van 11 uur 's morgens in Lommel, dus België, 11 uur van 11 uur 's morgens tot en met 's avonds een uurtje of 5, 5:30. Met daartussendoor natuurlijk thee, koffie, weet ik veel wat er allemaal is. Dus helemaal leuk. Mocht je dat willen, meld je aan en dan kunnen we gewoon weer lekker knallen. Ik kan het ook bijvoorbeeld in Friesland doen. Ik kan het ook in Limburg doen. Ik kan het ook in Zeeland doen. Het maakt me allemaal niks uit. Wil jij gewoon weer een aantal of 2 dagen of een weekend een training hebben, dan je kan het zelf organiseren met een groepje. Ik kan alle kanten oprijden. Ik heb ook beloofd naar een aantal mensen die op de lijst staan van ik ga gewoon van naar provincie toe. En mocht je een persoonlijk consult willen hebben, kan dat ook. Dus ook geen probleem. Maar het kan ook zo zijn
zeg maar, of het beeldbelconsult, dat loopt nu even stroef, omdat de apparatuur natuurlijk even niet zo lekker loopt. Dus daar zijn we bezig om daar oplossingen voor te vinden. Kost allemaal best wel een beetje geld. Vandaar ook inderdaad met de aanpassing, want ik moet ook nog een huishoudaccu hebben. Ik moet nog van alles en nog wat doen aan de bus. Het is geen dubbeltjeswerk, dus vandaar ook inderdaad heel brutaal ben geweest van, om aan donaties te vragen. Voor degenen die mij gedoneerd hebben, gracias. Ik doe heel veel dingen eigenlijk ook voor niks, zeg maar. Mocht je mij een keer in een Zoom willen hebben met een heleboel mensen, kan dat ook. Ik sta open voor vele dingen. Dus daarom. Oh ja, wil je een leuke workshop in Spanje hebben, mag je me ook uitnodigen. Ik noem maar even, als het niet te warm is, geintje. Maar goed, we gaan nu even dat even gezegd hebben. We gaan nu even een kaart trekken op de wereldenergie. Want daar gaat het een beetje over. Want de wereld die splitst zich wel een beetje in tweeën. We hebben te maken met de BRICS-landen. En dat zijn in feite al steeds meer en meer landen die erbij komen. Dat is vooral China, Rusland, noem het maar op. En men is een beetje van de, van de invloed van Amerika er onderuit aan het kruipen. Dus we gaan het zien. Dus de wereld. Nou, dan beginnen. De wereldenergie, hoe is die momenteel? Je ziet het al waar het om gaat. Een muntenkaart, een gewinkaart. In feite is daar in ieder geval heel veel progressie gemaakt. Alleen men is nog bezig. Het gaat ze niet snel genoeg. Deze staat er wel een beetje. Er is inderdaad zeg maar winst geboekt. Maar nog niet wat degene zou willen. Maar dat kan ook natuurlijk door een stukje ongeduld komen. Maar ja, ik weet niet wat het woord geduld is. Dus ja, oké, maar goed. Maar hier gaat het in feite om op de wereldenergie. Het kan maar niet snel genoeg gaan. De tweede kaart die daarbij komt, of die het doorkruist eigenlijk, is deze kaart. En er zal op dit gebied ook een hartsbesluit gemaakt gaan worden. Een hartsbesluit betekent op een gegeven moment van sommige dingen gaan met mijn hart, maar ik moet in feite de andere kant op, want zo kan het niet. En wat ik ermee bedoel te zeggen is dat misschien de donkere kant, oftewel de kant waar we tegen zitten uit te knokken, toch inderdaad de ring in mijn hand moet gaan gooien en in feite moet gaan laten zien wat de hand is. Okay? Momenteel in Amerika is er ook van alles en nog wat bezig. Ik heb zelfs begrepen dat men nu inderdaad echt serieus Biden gaat impeachen, oftewel gaan verwijderen. Hoe dat gaat allemaal gaat afgelopen, weet ik niet. Dat kwam vanmiddag als breaking news naar buiten toe. Dus we gaan het meemaken, we gaan het zien. Ik bedoel, we wachten al zo lang. Hè? En data's, ik bedoel, ik snap nog steeds hoe ze die oude seniele gek daar nog steeds hebben kunnen rondlopen. Maar goed, dat hoort ook bij het spel. Maar goed, het bewuste niveau op de wereld. Na iedere overwinning is er één. En vele kleine overwinningen maken één grote overwinning. Dus we zijn eigenlijk naar een hele positieve verandering aan het toegaan. En nogmaals, ik hoorde ook weer dat er jonge boeren zichzelf van het leven hebben beroofd. Jongens, doet het niet. Er is dadelijk niets in de hand. Jullie kunnen dadelijk gewoon weer doorboeren. Dit hele circus, dit wordt vandaag en morgen gewoon opgeruimd. En ik hoop jullie daarmee een hart onder de riem te steken. Laat je niet gek maken. Blijf rustig. Dat. Laat maar. Dus, dat komt goed. Laat ik het zo zeggen. Het onderbewuste niveau dan, dat is deze. En dan zie je op een gegeven moment iemand die zijn examen aflegt tegenover de abdij. En met andere woorden, de leerling wordt in feite de leermeester. En dat betekent ook dat de hele wereld, letterlijk en figuurlijk, heel veel geleerd heeft. En dat we naar een soort met afronding gaan. Een afronding kan in de vorm zijn van een examen. En dit is deze kaart. Dus er gaan grote veranderingen komen. Aha, en dan gaan we naar van dit heeft ertoe geleid. En dat is deze. En dit is in feite staven 10. En staven 10 staan kan je tweedelig opvatten. Dat kan inderdaad betekenen van er is zoveel ontdekt. Er is zoveel, dat is ook een inzichtenkaart. Er is zoveel ingezien nu. Dat er een hele hoop mensen daar als een eigenlijk overbelast van geworden zijn. En dat het moet veranderen. Dat is in ieder geval één. Dus dit is, daar hou ik het bij. Dus dit is een inzichtenkaart.
En er komt zoveel steeds en steeds meer inzichten dat mensen er gebukt onder gaan. Dus dat. Maar dat is, dit heeft ertoe geleid. Dan gaan we naar, even kijken, naar de eerste toekomstbewijzende kaart. En dit is de kaart kracht, oftewel de leeuwenkracht wordt met zachte hand begeleid. Dus met andere woorden, als er stappen gedaan moeten worden, moet het inderdaad onder geleiding gedaan worden. Op zachte hand, het moet gebestuurd worden. Dus dat houdt voor mij ook in dat er eigenlijk heel wat meer aan de hand is. En deze vrouw is ook in het wit gekleed. Nou ja, voor degenen die het wel zien, hè, die snappies zijn, die snappen ook wel wat ik bedoel daarmee. Oké, en dan gaan we naar de kaart zo ik er naar kijk op de wereldenergie. Schildknaap komt iets brengen. Staat in dienst van de ridder. En deze kaart is een strijdkaart. Dus er komt, zo ik het zie, inderdaad gewoon een strijd aan om de wolken of de donkerte of de rottigheid gewoon weg te krijgen. Zo zie ik het. Dan ga ik naar, hier vindt het plaats. En dit is in feite de energie van de wereld. Het wordt tijd inderdaad om te gaan handelen. Sowieso. Als ik naar deze kaart kijk, wordt het tijd inderdaad om je slag te slaan. Je ziet op een gegeven moment ook een roofvogel op haar hand. Met andere woorden, de roofvogel is het dier met de scherpste ogen die je maar kan bedenken. Dus dat betekent eigenlijk dat het scherpe zicht er is. Dus schijnbaar zijn er genoeg mensen wakker om inderdaad tot actie over te gaan. Yeah. Sorry. Mijn hoop of mijn vrees voor de wereld. Nou, dus de Bourgondiër. Dus met andere woorden, ik hoop dat we dadelijk gewoon een vet Bourgondisch leven kunnen leiden. Met normale voeding, met zonder gemanipuleerde troep. En ja, en dat de rottigheid weg is. En uiteindelijk gaat het hier naartoe. En dat is een muntenkaart. Dat heeft ook met financiën te maken. En er komt in ieder geval een hele mooie verdeelsleutel aan. Dat is wel een feit wat deze kaart zeggen. Je zoekt inderdaad een man die in feite ook centjes uitdeelt. En deze heeft ook een weegschaaltje. Dus een hele hoop, ook op dit gebied, wordt er inderdaad heel veel dingen afgewogen, gebalanceerd. Er is ook heel wat geld van ons afgepakt, zeg maar. En dat gaat allemaal terugkomen. Dus dat was even de kaarttrekking op de wereld. Aha, dat heb ik weer gedaan. En nu begin ik het een klein beetje toch koud te krijgen. Dus ik moet even gaan handelen. Monument, even de kaartjes weer wegstoppen. En dan, zo. Dan ga ik even de kaartjes wegdoen. En dan kom ik zo bij de chat. Even deze hond, even. Kom, Nien. Kom eens even hier langs. Nee, kom zitten. Kom zitten. Kom. Ga dan maar zitten. Goed zo. Gaat helemaal goed. Zo, die gaat daar weer zitten. Kom. Hoppa. Dan doe ik even de deur dicht. Koud. Tenminste, een gedeelte koud. Dan moet ik inderdaad wel zorgen. Kijk, daar zit Nina. Ik weet niet of je het kan zien. Dit niet zeker. Nee, daar gaat niet naar. Goed, dan pakken we natuurlijk even het schrift erbij. En uiteraard de pen. Wat krijgen we nou weer? Oh, oké. En dan gaan we even aan de gang. Ja, laten we eerst even de chat. Ja, het gaat wat rommelig vanavond. Sorry jongens, sorry. Maar oké. Even kijken. Ik ga weer even naar boven toe. Marije is er ook bij. Goedenavond. Even kijken of er wat opmerkingen zijn. Nee, laten we niet gaan zingen. Want dan, ik ben niet glasverzekerd. Even kijken. Symboliek, boodschap. En je valt weg, ja. Dat verbaast mij ook een beetje. Je hebt een echo. Oeh, nou, wat spannend. Ze treedt je mee te tellen. Even kijken. Wordt het weer ook gemanipuleerd? Even deze pak ik er gelijk bij. Ja, die wordt zeker gemanipuleerd. Dus dat is, nou ja, er zijn ook wel verschillende meningen over. Ik heb zoiets van, ja, ga even bij jezelf te raden wat jouw intuïtie aangeeft, want dat doe ik allemaal voor.
Wat jouw gevoel erbij is. Maar het schijnt inderdaad zo wel zo te zijn dat, zeker als men praat over, nu over de hittegolf, terwijl ze voor morgen niet eens fatsoenlijk het weer kunnen voorspellen, dan kan je er wel van op uitgaan dat dat stukje waarschijnlijk ook geïnspireerd gaat worden. Wat valt daar? Maar maakt niet uit. Dus ja, even kijken hoor. Wacht even hoor. En dit, hoe gaat het slapen met de bus? Nou, eigenlijk wel heel erg goed. Want ik heb eigenlijk gewoon een slaapbank gepakt met een heel goed matras. En die heb ik gewoon een kist gebouwd. En daarop een deksel gemaakt door middel van die slaapbank. Dus ik heb heel veel ruimte eronder. En het bed is inderdaad gewoon 2 meter bij 80. Er staat daar tegenover een kast van IKEA. Ja, sorry. Die heb ik gewoon ingekort. En, want zo hoog is de bus natuurlijk niet. Het is een normale bestelbus. En inderdaad een soort aanrechtje erbij. Met allerlei laadjes en deurtjes. En weet ik wat allemaal. Dus die staat er ook bij. Er is inderdaad gewoon een chemisch saletje aan boord. Er is gewoon water. Er is een kachel. Ja, en je kan tegenwoordig. Kan je zelf bij tankstations ook je was doen. Dus als je het een klein beetje schippert. Is het allemaal best wel te doen. Ik heb van de week gewoon even lekker bij een tankstation gestaan. Ik heb mijn was gedraaid en dat ging in de gelijke droger daarnaast. En dat ging allemaal goed, dus prima. Eten kan je ook makkelijk. Je douchen. Ik heb inderdaad, voor degene die het niet weten, ik heb gewoon weer een abonnement bij Basic Fit. Het premium abonnement. En dat houdt in dat Basic Fit heeft 1250 vestigingen in Nederland. Dus dan kan je overal douchen. Dus ik douche me gewoon iedere dag, als ik inderdaad echt onderweg ben. En die hebben ook vestigingen in Duitsland, in Spanje en in Frankrijk. En noem het maar op. Dus je kan een heel end komen. Dus, en er zijn natuurlijk ook heel veel tankstations waar ook vrachtwagenchauffeurs komen. Die ook natuurlijk douchen. Dus dat. Dus vandaar. Even kijken hoor. Wat is hier? Goedenavond, ik heb het lang niet meer gezien. Ja, dat klopt. Ik ga zo even kijken wat er nog verder staat. Goed, laat ik maar gewoon even beginnen. En ik begin gewoon even lekker met jou gewoon, Lisette van der Lee. Voor degenen die het niet weten, of die voor het eerst zijn hier, eigenlijk heel simpel. Ik kijk gewoon naar de naam. Ik doe... Even kijken of dat goed gaat. Ach jeetje, wat heb ik nou gedaan? Wacht even. Ja, ik heb even stroom gejat. Is eigenlijk niet nodig, maar toen. Zou die nou zo een beetje dicht kunnen? Ja, oké. Okay. De stroom zat een beetje weg. Voor degenen die voor het nieuw zijn, ik ga gewoon kijken naar een naam. En dan ga ik gewoon kijken wat van symbolen ik erbij krijg. En met die symbooltjes, dat zijn droomsymbolieken. Gaan we gewoon kijken wat er voor jou eigenlijk is. Dus en zo probeer ik ook te laten zien hoe dromen werken. Dus de eigenschap van de dingen gaan pakken wat er is. Dus ik pak nu, nee, dat is een foute uitspraak. Lisette van der Lee pak ik nu. En dan gaan we kijken wat voor symbolen erbij komen. Grappig. Ik begin gelijk eigenlijk met een soort met klimrek wat ik bij je krijg. Dat is het eerste symbool. En dat houdt eigenlijk in dat je steeds kundiger wordt om met bepaalde situaties om te gaan. En daarnaast train je jezelf ook. Dus dat is het eerste symbool wat ik... Mijn computer kan al wat irriteren erbij. Dus de klimrek is inderdaad wel een veelbelovend iets. Hè? Dus je zit dus blijkbaar niet stil. Het tweede symbool wat ik erbij krijg... dat is grappig. Ik zie jou aan touwtjes trekken. Dus het lijkt ook wel dat je steeds meer aan de touwtjes gaat trekken. Touwen trekken. Dus dat... Oké, dan ga ik toch te maken krijgen met een schip. Dus dan heb ik te maken met water. Water is gevoel.
En dan zie ik op een gegeven moment dat het schip eigenlijk zijn boegschroef aandoet. En dat hij eigenlijk dwars in de vaart gaat liggen. Dus het lijkt er ook een beetje op dat jij qua gevoel ook steeds meer, zeg maar, wat dwars gaat liggen. Dus je bent je aan het draaien. Dus, en draaien, sommige mensen vinden dat natuurlijk niet zo leuk. Zeker niet als je een beetje dwars gaat liggen met andere mensen. En dat je niet meer met gevoelens van andere mensen meegaat. Maar dat je in feite ook zelf een beetje bepaalt wat jij in feite wil. Oké, hebben we dat schip gehad. Dan gaan we naar een ander symbool toe, als dat even mag. Ja, ik zie iemand die zit over zijn buik heen te wrijven. Maar dat is natuurlijk niet van, oh, wat lekker eten. Dat bedoel ik er niet mee. Maar het heeft wel te maken met je zonnevlecht. Dus op een of andere manier, zonnevlecht, is dat ook aan de gang? Is dat aan het draaien? Is dat aan het verhogen? En ja, je hoort je ook steeds gevoeliger. En dat is wel, ja, een beetje grappig te noemen. Grappig, ik heb in ieder geval wel te maken met een tankstation. Heel leuk. Dus dat betekent dat je best wat meer energie naar je toe mag halen. Want als je tank leeg is, moet je bij gaan tanken. Maar in dit geval ben je ook heel duidelijk aan het kijken van waar komt die vermoeidheid of waar komt dat hele gebeuren vandaan. Waarom word ik uitgeput? Dus je bent ook aan het kijken, zeg maar, naar waar het vandaan komt. Dus je krijgt in één keer te maken met een emmer water en een borstel en schoonmaakmiddelen. Dus alle dingen die jou te veel energie kosten, die wil jij eigenlijk gewoon weg gaan halen. Dus dat is in feite even voor het kort voor jou. En dan heb ik jou gehad. Ben nou weer zo net gezakt. Even kijken, waar ben je nou? Oh, daar. Oh, dat gaat wel hard dan niet. Oké, dan ga ik weer even naar boven toe. Uiteraard. En dan even kijken. Het is alleen maar goed, avond, goed en avond. Nou, handig, kijk die computer. Ja, ik zit natuurlijk nu op de laptop en normaal gesproken zit ik natuurlijk op de grotere computer. En die werkt even anders, dus. Marianne de Groot. Marianne de Groot. Oké. We gaan, nou, even kijken weer. Eerst even. Nou, laten we eens even kijken. Oh, er is iemand die wel behoorlijk wat treetjes gezet heeft. Je krijgt te maken met een ladder. En je gaat iedere keer een treetje omhoog. Je gaat nieuwe inzichten krijgen. Het wordt je ook steeds duidelijker. En hoe hoger je komt, hoe meer je het overzicht ook gaat krijgen. Dus dat is een feit met de ladder. Ook krijg je te maken met de waterput. De waterput betekent dat je daar water uit kan halen, dus gevoel uit gaat halen. Maar jouw waterput is wel een beetje aan het borrelen. Dus qua gevoelsgebied gaat er van alles en nog wat gebeuren. Dus de waterput. Gaan we verder kijken en dan krijg ik in ieder geval even te maken met de financiën. En dan wil ik eigenlijk tegen je zeggen, maak je daar niet druk om, want de toren staat een tikkie aan de scheve kant. Maar die wordt vanzelf ook weer rechtgetrokken. Dus maak je daar niet druk over als je denkt dat het niet goed gaat. Dan gaan we verder kijken. Ja, dat is een mooi symbool. Ik heb te maken met een zolder in een huis. En daar moet ik in feite een soort met luik opentrekken. En dat gaat over controle. Dus op een of andere manier, zolder staat voor je. Hè, als je over huis droomt, droom je over jezelf. En je zit op zolder, oftewel je zit in je denken. En ik moet even aan de touwen trekken, zeg maar, om dat luik open te krijgen. Dus blijkbaar ga je steeds meer werken tussen het het verstand en het gevoel. En dat vind ik alleen maar een hele mooie. Ik moet het zelf ook een beetje uit gaan leggen. Dus en dan als het verstand en gevoel bij elkaar komen, dan gaan er ook heel veel andere zaken veranderen. Ook lichamelijke zaken veranderen. Oké.
Goed, we hebben dat luik gehad en dan gaan we gewoon lekker door. En dan krijg ik in ieder geval even te maken met drie aapjes, oftewel horen, zien, zwijgen. Dus je hoeft niet de feiten op alles te reageren, je hoeft de feiten niet alles te signaleren of te zien. Je ziet het, je ziet van, laat maar gaan, ga er geen moeite mee steken. Dat is vanmiddag hier ook nog over. En sommige mensen zijn net door je paden, daar kan je ook niet naar trekken. Dus aan sommige mensen niet willen luisteren en hun eigen gang gaan, ga lekker je gang. Dus dat. Wat voor een symbool krijg ik dan mee bij Marianne Groot? Oké. Dat vind ik wel heel grappig. Ik heb in ieder geval te maken met iemand die aan het vissen is. Dus dat betekent eigenlijk vissen in je gevoel. Dat heeft met water te maken. En dan zeg ik meestal van, nou, ik zie dat je regelmatig een beet krijgt. Alleen, in dit geval heb ik te maken met een werphengel. Dus eigenlijk laat jij je gevoel over de toekomst gaan, over de verdere toekomst. En dan ga je ook antwoorden krijgen. Dus je weet eigenlijk al een beetje, als jij naar je gevoel luistert, wat er gaat komen. Dat vind ik wel heel grappig, de werphengel. Dus zie je wel dat symbolen ook soms even wat aangepast worden, wat verbouwd gaat worden. En dan krijg je te maken even met een Formule 1 auto, dus dingen gaan nu ook snel. Dus dat even voor jou, in het kort. Dan heb ik even weer te maken met Jeltje. Even een korte natuurlijk weer. Jeltje. Huytema. Gaan we daar even kijken. Dus even jongens. Mocht jullie zin hebben in een driedaagse training, zeg maar. Wordt een hommel gehouden. Check even mijn website www.keimper.be. Er staat onder het kopje nieuwsbrief, staat die vermeld. En er is trouwens ook niet zo gek veel plaats voor veel mensen, dus het is niet grootschalig. Dus vandaar even, het is tussen een mannetje tussen de 8 en de 10. Dat moest ik toch iedere keer even zeggen, dus vandaar. Maar goed, gaan even terug naar Jeltje toe. Jeltje zit eventjes in een regenton of in een grote ton. Wat wil dat zeggen? Dan moet ik altijd denken aan Huckleberry Finn. Oftewel, die zat ook een gegeven moment in een ton, die ging over de rivier heen. Betekent dat jij even af en toe niet met je gevoel wil werken, of dat je je gevoel aan het beschermen bent. Dus je gaat of je gaat niet mee in de gevoelens van anderen. En dat kan natuurlijk heel erg goed zijn. Oké, en dan krijg je te maken met domino steentjes. Dus als er één omvalt, dan valt de andere ook om. Dus sommige dingen kunnen als met een domino effect eigenlijk veranderen. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Die domino steentjes gehad. Dan gaan we verder kijken en dan krijg ik toch inderdaad te maken met een plotselinge verandering. En dat is een positieve verandering. Dus er komt een plotselinge positieve verandering eigenlijk aan. En dan zie ik in één keer te kijken naar een auto die benzine tankt. Dus die plotselinge verandering geeft jou ook energie. Want brandstof is natuurlijk energie. Gaan we verder kijken en dan krijg je te maken met een hijskraan. Dus dat betekent voor mij dat je op een hoger niveau getild wordt. Dus je wordt van plaats van het een naar het andere toe. En het zou inderdaad maar zo kunnen zijn. Hè? Want er wordt inderdaad door heel veel kanalen gezegd dat ons bewustzijn verhoogd gaat worden. Dus dat zou er ook weer mee te maken kunnen krijgen of zijn. Staat iemand met een gitaar. Dus er zijn wel liefdelijke gevoelens dan, denk ik, erbij. Dus je krijgt te maken met iemand met een gitaar die een soort met serenade aan het spelen is. Maar goed, dit kan natuurlijk ook betekenen dat mensen inderdaad anders strak met elkaar omgaan. Dus dat is alleen maar eigenlijk mooi. Dus je had hier, ik heb je natuurlijk regelmatig, maar het gaat eigenlijk wel goed. Dus niet verkeerd, dacht ik zo, toch? En dan gaan we nu naar Janette Veldhuis. Ja. Twee Veldhuis. Oké. En dan gaan we eens kijken wat we daarbij krijgen. Ja. Grappig. Laat ik het zo zeggen. Je krijgt te maken met een vlaggenmast met een vlag erin. En er wordt ook gegeven met gezegd
even naar jou toe, dat in de toekomst, zeg maar, de vlag weer gehezen kan worden. Dus blijkbaar zit jij waarschijnlijk over bepaalde dingen in, of zie je bepaalde dingen gebeuren waar je niet blij van bent, maar de vlag wordt weer gehezen. Nou, moet ik jullie ook vertellen, dat verbaas ik me een beetje over, dat men in de toekomst, want had ik de kaarten er ook op gelegd, dat eigenlijk iedereen die uit het buitenland komt weer terug even moet naar zijn eigen land. Nou, dat zou me een klappertje geven. Dus hoe dat precies in elkaar zit en hoe ze dat willen ze bewerkstelligen, weet ik ook niet. Maar dat wordt wel erg gezegd. En er werd ook in die helezelfde reading werd ook op een gegeven moment gezegd dat de oude normen en waarden ook weer terug zouden komen. Dus de klompen, de tulpen, de wat is het allemaal meer, de molentjes, weet ik veel. Maar dat zou ook weer hersteld worden. Dus dat is een heel aparte, vind ik eigenlijk wel. Het wordt hier donker. Oké. Nou goed, we hebben licht genoeg, toch? Ja, okay. Dus dat is even de vlag. Dan ga ik even verder kijken naar Jeanette Veldhuis. Ik krijg in ieder geval wel te maken met muisjes. Dus dan wil ik eigenlijk zeggen van pieker er niet te veel over. Muizen staan voor piekeren. Muisjes, en wat gaan we dan krijgen? Dan heb ik inderdaad te maken met een papegaai. Nou, momenteel zijn er heel veel mensen die soms als een papegaai praten. Die praten precies de NOS en al de televisie, letterlijk en figuurlijk, televisie na. Dus let daar niet te veel op en let vooral op je verstand, want we worden natuurlijk nogal, men probeert ons in ieder geval behoorlijk te programmeren. Maar goed, dat is een andere kant. Hebben we de papegaai gehad, gaan we verder kijken. Ja, gek. Wat moet ik met die keel, jongens? Ik krijg mijn keel aan te voelen, dus dat betekent dat ik er ook dingen uit wil gooien, dat ik dingen recht wil zetten, je kan volgens mij slecht tegen onrecht. Laat ik het maar even zo zeggen. En daarnaast voel ik ook inderdaad heel duidelijk je buikgebied aan. Dat betekent voor mij dat je, en dan heb ik weer te maken met je onderbuikgevoel, en dan betekent het voor mij ook dat je ook weer gevoeliger gaat worden. Dat je ook dingen gewoon aanvoelt in je onderbuik. En dat wordt alleen maar verhoogd. En dan krijg ik even te maken met een overleden dame die eigenlijk even jou de groeten wil doen. En dan krijg je er vooral de kleur geel bij. En dat betekent waarschijnlijk ook geestelijke kracht die daar eigenlijk bij gepaard gaat. En deze was inderdaad erg traditiegetrouw blijkbaar. We laten hem een soort mast zien met vlaggetjes eraan. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Maar goed, dat even wat ik hierbij krijg. Dus ja, en die zegt ook op een gegeven moment van joh, neem een hele hoop dingen even met een korreltje zout. Oké, dus dat even voor jou, Jeanette. Toch even een lampje aan. Klikken. Hoppa. Gewoon lampjes. Oh, dan ziet het er al heel anders uit. Oké. Tenminste, voor mij hier. Goed. De volgende. Nou, ik ga even helemaal naar beneden. Kijken of ik iets mis. Is ook een tip van iemand anders. Jeetje. Dankjewel, Kijk. Het gaat zeker niet verkeerd. Mooie boodschap weer. Ik kan er zelf voor mee. Ik woon in Drachten trouwens. Oké. Ja, wat grappig. Ja, maar ik ben opgegroeid voor een groot gedeelte in Oosterbierum en mijn vader kwam uit Beilichem. Dus vandaar. Deze eventjes. Als je al beslist voor de cursus die eigenlijk zou beginnen zijn, dan nu het niet moet aanmelden. Als je dat zou willen doen, graag. Want die verhuizing kwam natuurlijk op als... hoe zal ik het zeggen? Dat heeft natuurlijk een hele hoop tijd in beslag genomen. Dus dat is wel duidelijk. Heel erg duidelijk voor mij. Touwtrekken is meer dan dat ik iemand heb leren kennen die een fijne band samen met me dan duidelijk kan. Oké, dus dat. Nou, helemaal goed. Het is wel grappig dat je dan dat weer terug gaat zien. Overigens van de week in die Zoom, dat je inderdaad even persoonlijk contact hebt, is eigenlijk ook wel fijn. Misschien dat we dat ook wel een keer gaan doen. Misschien wel een goed idee.
Dus dat eventjes. Nou, ik ga nog eventjes naar, naar deze. Thea Willers. Thea. Zijn er nog boodschappen? Thea Willard. Oeh, wat? Oh, daar. Ja, grappig. Ik krijg gelijk te maken met een tank uit het leger. Misschien is het wel letterlijk bedoeld, misschien is het ook symbolisch bedoeld. Als het symbolisch bedoeld is, dan betekent het dat je heel sterk bent, zeg maar, en dat je makkelijk heel veel dingen de baas kan zijn. Bedoel, maar aan de andere kant ook voor de mensen over het hele Oekraïne gebeuren. Jongens, dat gaat uitdoven als een kaart. Kaart als een kaars. Dit is een kaart als een kaars. Dus, maar dat hebben we al heel erg lang gezegd, dat dat helemaal geen issue is. Ik krijg bij jou inderdaad, Thea, wel even ook te maken met waslijnen. Dus je bent dus blijkbaar bezig om de oude rotzooi op te ruimen. Oude dingen van het verleden. Er is ook inderdaad echt de tijd voor om dat te doen, zeg maar. Of je dat nou bewust doet of dat je het onbewust doet. Maar het gaat wel beginnen. Men is wel bezig. Heel veel mensen zijn bezig om op te ruimen. En dat kan inderdaad ook op je lichaam slaan. Je kan in feite meerdere keren wat pijnlijker zijn, zeg maar. En je kan je inderdaad ook wat opgejaagder voelen. Ik hoor ook regelmatig nu van mensen die af en toe gewoon hele complete opvliegers krijgen. Dan heb ik het niet over vrouwen van die in de overgang zijn, maar ook pubers. Dus ik bedoel, er is op energiegebied is er van alles aan de hand. Maar goed, dus dat opruimen van gevoelszaken, verandering, dat gaat heel langzaam, maar dat gaat wel zeker door. Dus dat. Heb ik dat gehad, even met die waslijnen. En dan gaan we weer even verder kijken naar jou. En dan wil ik wel ook tegen je zeggen dat je je niet zo druk moet maken. Dat het toch allemaal anders komt dan dat je in feite ook denkt. Dus er komen gewoon hele positieve veranderingen aan. Alleen ja, niet voor iedereen. Ik bedoel, als mensen voor de verkeerde kant gekozen hebben. En die zijn heel gemeen geweest. En die zijn in feite, ze hebben zich behoorlijk misdragen. Dan is daar geen pardon voor. En dan bedoel ik dus de mensen die ook aan met de kleine kindjes. Je weet wel. Dus dat. Die komen inderdaad in het sowieso minimaal in het gevangen terecht. Zie je het nu. Maar goed. Ik krijg nu even dat tralietje zien. Dus dat. Ga ik even verder kijken. Nou. Niet zo enthousiast jongens. Ik heb te maken met een champagnefles waar de kurk afknalt. Dus blijkbaar gaan we toch naar een goede afloop. Met champagne heb je natuurlijk ook het eind van het jaar. Hè? Dus dat betekent in feite ook dat er een bepaald eind aankomt. Dus dat moet ik ook tegen jou zeggen. Wat ga ik verder tegen jou zeggen? Ik heb in ieder geval te maken met een overleden dame. En die laat mij zien dat ze iedere keer maar sokken aantrekt. Dus die heeft schijnbaar heel veel last van koude voeten gehad. Het zal voor jou wel wat betekenen, denk ik. Maar ik vond het wel heel vreemd dat ik dus iemand zie die constant sokken aantrekt. Dus dat is deze. Ja. En ze heeft het over van dat zij vond, of vindt eigenlijk. Dan krijg je inderdaad te maken met een melkbus. Dus, en dan leidt het spreekwoord van, heb je wat in de melk te brokkelen, ja of nee? En zij vond dat ze weinig in de, dat is een oud spreekwoord, ze had weinig in de melk te brokkelen. Oké, en dan gooi ik toch heel even het stroom van de computer af. Ik ga toch even die deur helemaal dicht trekken. Moment. En ja, het is improviseren. De microfoon hangt met een magneet tegen het plafond aan. Stroompje eraf. Deze even weg. En deurtje dicht. En het lampje even aan achter. Als dat nog mag. Even on. Nee, dat is de verkeerde. Die moet aan. Oh, ze werken allemaal. Oh god. Ze werken allemaal. Nou, wat doen jullie nou vervelend? Nou, dit lampje springt van naar allerlei kleuren toe. Laat maar gaan. Alleen ben ik nu mijn pen weer kwijt. Oh, hier. Eén lampje is nu groen, één lampje is nu wit. Oké, zo.
Dus dat even voor jou, Thea. Dan ga ik even verder kijken. Ik laat jou even staan en ik ga even kijken naar de nieuwe commentaren. Kijk, ik heb je vorige week aangeboden om gordijntjes te maken. Geldt nog steeds in... Ik zit in een hele grote stoffenwinkel, ik hoor het wel. Ja, ik ga morgen even, denk ik, even richting... Het is weer niet, het is het fout in het programma, wordt er weer gezegd. Ja, als jij inderdaad daar tijd voor zou hebben en het zou iets zou kunnen doen, dan natuurlijk zou ik daar graag gebruik van willen maken, uiteraard. En het hoeft niet helemaal allemaal voor niks te doen, dat gaat het niet om. Maar ja, ik zoek gewoon even een specialist, zeg maar. Dus... ja, en ik ben natuurlijk nu te vrij om te gaan te staan waar ik wil. Dus ja, ik zit dus tot morgen nog hier. Dan ga ik naar, in ieder geval naar Utrecht even. Morgen voor misschien een paar dagen. En dan ga ik weer terug even naar België om wat zaken weer te regelen. En daarnaast zie ik het wel weer waar het mooi weer is en waar er mooie mensen zijn. Hè? Laat ik het zo zeggen. Dus maar stuur me alsjeblieft dan eventjes graag een berichtje, dan kan ik daar in ieder geval, want ik moet in ieder geval al die e-mails moet ik ook uit gaan lopen spitten, dus ik heb best wel even wat te doen hoor. Maar goed, ik ga even terug. Begrijp ik goed, ik heb in Duitsland gewoon, wacht even hoor. Kruimtje taalgebruik. Dankjewel voor de boodschap, ik begrijp het heel goed. Heb in Duitsland gewoond en ben weer terug. De dame aan de andere kant is mijn moeder. En sterft in mijn droom, verschijnt ze en laat me weten dat het mijn gids... Ja. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, een Zoom-meeting is altijd leuker omdat je elkaar ziet. Misschien moet dat de volgende keer dus inderdaad even gaan doen, jongens. Het zou wel even leuk zijn. Jullie ziet het, ik ga even kriskassen door alles heen. Maar goed, heel erg lang kan ik het ook niet maken. Ook in verband met de stroomcapaciteit. En dat gaan we weer. Het is eigenlijk te koud om de deur open te houden. Ik heb de stroom eraf gegeurd, dus ik draai nu gewoon op de accu van de computer. En ik moet nog een huishoudaccu ergens gaan aanschaffen. Gelukkig krijgen we binnenkort weer vakantiegeld. Dus even kijken wat we daar weer mee kunnen doen. En zo gaan we iedere keer een stapje verder. Dus dat is nou zo. Wacht even, kan ik iets? Nee, er moet hier nog een lampje bij dus. Oké, dat gaan we inderdaad wel regelen. Janieke. Kievits. Oké. Janik. Het eerste wat ik bij jou krijg is een vissenkom met een vis erin. Dus je moet gaan praten over je gevoelzaken. Dat sowieso. Je zit een aantal dingen dwars. Misschien zijn er vervelende dingen gebeurd dat je van je af moet praten. In ieder geval gaat het wel om je gevoel te uiten. En iedereen staat er weer anders in. Maar je moet wel de dingen bespreekbaar maken. Laat ik het zo zeggen. Dan gaan we verder kijken. En dat is heel grappig. Ik zit in feite in een auto en ik zit naar de rem te kijken naar het gaspedaal. Dus de ene keer wil ik dingen afremmen. Zeg maar, dan zie ik het rempedaal heel duidelijk naar voren komen en dan zie ik ook weer het gaspedaal. Maar dat is weer tegenovergestelde. Maar ik heb het idee dat je wat steeds meer op bepaalde zaken op de rem gaat staan en op andere zaken eigenlijk weer gas gaat geven. Het schoolbord komt erbij, dus met andere woorden, ik ga weer leren of ik ga weer les nemen. Maar een schoolbord staat natuurlijk voor of les nemen of les geven. Oké, ik moet wel zeggen dat je trouwens een hoop aan het leren bent, sowieso, van het leven dan. Hè?
Op geestelijk gebied krijg de kerktoren met daar inderdaad ook weer de vlag uit. Dus daar heb je ook weer een overwinning op behaald. Dus jij hebt dingen meegemaakt waarvan je het zeker weet. Overigens heb ik wel te maken met een overleden dame die naast je staat. En die doet heel netjes de knoopjes dicht. Want alles moet er netjes en goed bij staan. en ik moet hoesten. En ik krijg het een beetje dat. Maar goed, dus. Maar die is. Die houdt jouw schouders vast eventjes. En die is jou een beetje aan het knuffelen. En die gaat jou steeds en steeds meer helpen. Maar ja, ze moet eerst zelf een beetje geholpen worden, denk ik. Dus dat krijg ik. Dus die overleden dame. Ik ga even verder mee. Grappig. Ik heb ook te maken met een overleden heer. Die staat te dansen. Geen idee. Die staat van. Maar goed. Ik weet niet wie er is. Die is nog niet zo oud nog hoor. Niet een hele oude man nog. Dus dat is diegene. En die steekt in ieder geval wel zijn duim omhoog. En dan moet een beetje lachen. Hij zegt, ze heeft wel humor. Oké. Nou, oké. Dag gedaan. Dan gaan we verder kijken. En hoe noem je dat spreekwoord nou? Een balletje opgooien. Dus jij gaat dingetjes doen. Waarvan je denkt van, nou, dat gaat misschien toch niet lukken, maar ik gooi maar eens een balletje op. Oftewel, ik ga het toch proberen. En blijkbaar kan dat best wel eens heel succesvol zijn. Dus dingen waarvan je denkt dat het niet mogelijk is of niet kan, die worden dus wel mogelijk. Dus ik krijg dan, vaak is het een afwijzing, maar ik krijg nu ook te maken met een dikke ja. Dus dan zou ik inderdaad zeggen van, gooi dat balletje maar eens even op. Toch? Oké. Dan ga ik even naar Jos toe. Jos toe. En dan moet ik inderdaad, kom ik er nu achter, dat ik hier echt een lampje nodig heb. Dus dat ga ik ook wel op mijn lijstje zetten van verbeteringen. Items. Ik zie ze wat niet eens meer schrijven. Maar ik wil zeggen dat ik zelf, als ik naar mijn eigen beeld krijg, dat ik dan toch wel het wel duidelijk zie. Dus dat is wel grappig. Maar ik zie het eens wat in het donker. Hoe kan ik dat nou eens oplossen? Even niet dus. Oké. Jos. We gaan even naar Jos toe. Heel grappig. Jos heeft het best wel een beetje. Nee, dat is een vosje. Ik zeg het helemaal verkeerd. Jij hebt de dingen gewoon slim aangepakt. Dus even het vosje. Dus het vosje staat voor slimheid, sluwheid. Dingetjes over nadenken. Dus dat vosje krijg ik in ieder geval wel bij je. Oké, dan ga ik verder kijken. En dan krijg ik toch te maken met. Met een beerput wat open gaat. Maar dat kan het beerput van het verleden zijn. Het hoeft niet jouw beerput te zijn. Maar je krijgt er wel mee te maken. Zeg maar. En daar heb je ook al je voorzorgmaatregelen bij getrokken. Zeg maar. En nou gaat het even fout. Oh. Sorry. Die kwam uit het niets. Goed. Dus die. Deksel. Gaan we verder kijken en dan krijg je toch inderdaad te maken met een straatlantaarn. En dan moet ik ook zeggen van, jouw pad wordt inderdaad verlicht. Dus je wordt inderdaad gewoon, je kan heel goed zien waar het naartoe gaat. De straatlantaarn verlicht jouw pad ook. Dat is mooi. Een vrachtauto staat eigenlijk om een last te dragen van anderen. Of een last weg te brengen voor anderen. Die wordt vaak ingehuurd. Dus jij kan ook heel goed lasten van andere mensen wegnemen. Dus erover te praten, helder over na te denken, bladibladibla. In dit geval is de lading van deze vrachtauto melk. Melk is de witte motor, werd er vroeger altijd gezegd. Oké, ik ben niet zo'n fan van melk, maar dat maakt niet uit. Maar ze komen wel in de symboliek terug. En melk is de witte motor. Dus met andere woorden, jij bent ook bezig om lasten van andere mensen soms te dragen, zeg maar ook in ieder geval energie te geven, zeg maar. Dus je geeft in feite energie ook weer terug. Oké. Wat gaan we dan zien? Dan krijg je te maken met een wals. Dus met andere woorden, voorheen heb je je altijd aardig ingehouden. Je hebt altijd misschien netjes je mond gehouden. Maar er komt misschien ook nu een tijd aan dat je er weer overheen walst. Dus dat krijg ik bij je.
Nou, dat even in het kort voor jou. Jongens, ik vind het heel vervelend worden. Even kijken of ik het raampje dicht kan krijgen. Even. Dat is die. En dan gaat dat Fiat van de Ford aan. Ik zou dat echt veel schelen. Dat is wel heel fel. Ja, dat is het ook niet. Nee. Okay. Nou, maakt niet uit. Er zijn altijd van die dingetjes die je eigenlijk zou moeten doen. Goed, jongens. Ja. Ik denk dat ik er een klein beetje een end aan berei. Omdat ik zie niet eens meer wat ik schrijf. Dus daar moet ik echt iets aan gaan doen. En ik vond het even leuk dat ik het sowieso even kon doen. Nogmaals, ik weet niet wanneer ik weer live kan gaan. Het hoeft niet altijd uren te zijn. En misschien doe ik het volgende keer wel met een bepaalde Zoom. Dat zou misschien ook wel eens leuk zijn om dat eens te proberen. Het is nu inderdaad even dat ik even gebruik kan maken van de wifi. Ik moet nog even mijn eigen dingen gaan creëren dat het beter gaat, zeg maar. En nogmaals, ik heb van de week al best heel druk gehad en heel veel mensen kunnen helpen ook weer. Dus ik moet morgen in ieder geval hier weg. En dan ga ik waarschijnlijk wel ergens op een mooi plaatsje even de computer doorspitten, zeg maar, om alle berichtjes weer even te kijken en te beantwoorden en noem maar op. Dus ik heb wat dat betreft best wel lekker druk en ik heb natuurlijk de tijd aan mijzelf, dus dat is ook wel heel erg fijn. Bedankt voor het kijken. Dit filmpje laat ik ook weer op naar richting YouTube. En mocht er echte dingen zijn, maar ik heb een nieuw telefoonnummer, dus mocht je nog het oude nummer van me hebben, op de website staat ook mijn nieuwe nummer. Ik ben nog niet helemaal klaar om de website aan te passen, dat gaat ook allemaal nog gebeuren. Jongen, ik heb het hartstikke druk. Dus hartstikke leuk voor jullie aandacht en ik hoop eigenlijk tot de volgende keer. En mocht je dit via YouTube zien en je vindt dit leuk, een duimpje omhoog, hè, jongens. Abonneren is voor mij inderdaad ook veel beter. En bedankt voor de donatie voor de mensen die dat gedaan hebben. Ze zijn zeer welkom momenteel. En ik wil dat gaat, ga ik wat egoïstischer worden, want ja, maakt niet uit. Jongens, maak er een heel mooi weekend van. Zondag schijnen we een grote update te krijgen van de zonneflare. Het bewustzijn schijnt dan te gaan verhogen. We gaan het meemaken. We gaan het zien. Ik vind het helemaal prima. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Groetjes. Bye bye. Zwaai, zwaai.